Nou, ik deed mijn best, oké? Altijd. Ja, wel ja. Oeh, die moet ik doen. Band, Hans of Lots. Alweer. Alweer die visa. Holy guacamole. Oh nee, het was nu Steef. Huh? Nu Steef. Blauw. Ja, blauw. Dit is echt heel verdaan. Het is weer exact hetzelfde. Mijn alarm gaan af. Ik denk, oh, daar loop ik heen. Ik ging uit. Ik denk, oh, wacht. Ik loop terug. Want wit en blauw stonden daar. Ik zal even checken. En nou is wit dood. Ik zit van niks. Mooi verhaal? Nee, volgens mij was roze. Je was deze keer niet in paniek rondjes aan het rennen. Je ging heel hard terugrennen naar mij toe. Niet in paniek. Ik niet weet wat je ging doen. Ja, ik zag hem. Inderdaad. Ik zag hem letterlijk naar mij toe rennen. Dit klinkt wel heel verdacht. Volgens mij is het weer whisky en Sander. Nee. Dit werkt gewoon samen. Ja, ik weet wel weer. Je moet misschien echt niet vertrouwen. Ik vertel het jullie nu. Je kunt mij wegstemmen. Maar het is whisky en Sander. Echt. Ja, zeg. Maar eigenlijk voor de moed om mezelf niet te stemmen. Moest ik die fan die disposal nou weer? Oh nee, die eerste disposal heb ik bij de cafetaria gedaan. En toen bij de tweede werd ik gekild. Godverdomme. Dat is echt niet eerlijk. Lijntjes verbinden, lijntjes verbind, lijntjes verbinden. Oh, een body. Jongens, we got him. Ik sta aan storage, ik doe die jerken opvullen. En ik zie in mijn ooghoek, zie ik daar Jaden vermoord worden. Dus ik dacht van, ik ga hem nog te pakken krijgen ook. Dus ik ren er snel vlucht achteraan en ik zie net Aaron nog in de vent ingaan. Ja, prachtig verhaal, maar dat is helemaal niks van waar. Ik wil ergens anders zien lopen, ik was dan niet eens in de buurt. Nee, ja, je was al weggevent op het laatst, dus ja, dat Luke, klopt. Waar was ze? Het was bij die deur van Electrical, als je van storage afkomt. Ja, toen ben ik er snel achteraan gerend en toen is Aaron bij de onderste engine is hij weggevent. Ik zag hem net zakken wegspringen. Ik geloof je half, maar ik zag jouw storage. Hij stond bij die garbage disposal helemaal rechts onderin, niks te doen. Ja, ik was garbage aan het disposal. Wie staat uit? Confirms. What? Ja, oké, maar je stond net te ver weg van, volgens mij, om iets te kunnen doen. Nee, ik was die jerrycan doen. Die jerrycan opvullen. Nee, je stond helemaal rechts onderin bij de garbage. De jerrycan staat in de garbage. Ja, dan heb ik eerst die garbage gedaan en dan heb ik die jerrycan opgevuld. Oké, maar tussen welke twee mensen twijfelen we? Aaron en Luke, toch? Ja, maar jongens, ik geef net een hele duidelijke descriptie van. Ja, dat is echt, ik geloof het wel. Het is een heel mooi verzonnen verhaaltje, dat kan ik ook even vertellen. Maar het is wel overduidelijk Aaron. Oké, als het Aaron niet is, ga ik meteen op Luke. Ja, precies. Dan doen we gewoon emergency meeting Luke. Ja, dan was ik eigenlijk al aan het doen om te vragen wat Luke daar aan het doen was. Ja, alleen toen ging oxygen af, ja, alweer. Fijn dat we op mij gaan, terwijl Luke verdacht is. Jij ook. Jij ook. Jij bent jij. Fuck jullie. Het zal nou toch wel over zijn, of niet? Of is hij het niet? Oké. Nice. dat was echt gewoon een halve seconde, Aaron. Weet je, ik moet het zo snel te klikken met een touchpad. Ja, dat is echt gewoon een muis, hè? Hoezo heb je geen muis? Ja, we hebben gewoon een muis die in de USB kan doen. Samen met Celine Impostertje. Dat gaat snel. Jezus. Ja, inderdaad. Holy shit, dat is echt snel.
Dat was bij navigation. Ik heb helemaal. Ja, heb ik. Volgens mij heb ik niemand gezien. Ik twijfel of ik bij Bushcap heb gezien, maar volgens mij niet. Ik ging van weapons naar die meltdown. Ik heb jou wel gezien, maar. Ja. Voor de rest heb ik inderdaad ook niemand in die richting gezien. Ik heb verder niks gezien. Ik heb alleen lichaam gezien en het was bij navigation. There you go. Oké. Okay. Mijn info. Sorry. Ik weet niet of iemand anders iets gezien heeft in die richting. Nee, ik was bij Luke. Nee, ik heb niks. Nope. Mijn muis doet het. Hey! Oh, awesome. Nice. Skippen? Ja, ik skip hem. Of ik weet het echt niet. Iemand een briljante ingave. Zo. Blijkbaar niet. Nee. Aaron? Aaron, klikken met de muis dan. Ja. Weet je ook hoe die werkt? Holy shit, dit was een perfecte Mundo Killers. Ik ga gewoon net doen alsof ik Simon Says speel. Ik blijf er gewoon staan totdat er iemand komt. Ja. Ik heb bij cafetaria daar naar links, zeg maar, in dat gangetje, heb ik de body gevonden, de gele body. Ja, ik kwam daar net naartoe lopen. Deze keer wordt echt... Kwam je er naartoe lopen? Ja, ik heb twee mensen daar van weg zien lopen, dat is Aaron en Luc. Wat? Okay. Daar ben ik niet eens geweest. Ja, maar jij was aan de andere kant van de cafetaria, ja, maar jij is wel weg daarvan weg. Ik liep er wel van de cafetaria weg. Maar ik kwam uit Electricity en dat heeft Babushka gezien als het goed is. Ja, die is dood. Babushka is dood! Oh, wat? Oh, kut. Ik kwam wel uit Electricity komen, maar dat heeft Babushka gezien, maar die kan het nu niet meer zeggen. Laat ik het zo zeggen. En nou, Aaron, jij? Ik heb deze bijna deze hele ronde Simon Says te doen en twee keer opnieuw moeten doen, omdat ik misklikte. Oh. Nice. Ja, ik loop hier met Jaylin helemaal rechts bij... Ja, ik heb Aaron inderdaad gezien bij vlakbij Navigation, volgens mij, in die gang. Ja. Yeah. Hmm. En hij was bij de... waar was die? O2? Zo. Nice. Hey, neem er nog eens, zou ik zeggen. Ja, waar, hebben we enig idee? Steve, wat zag je nou? Ja, ik meen dat ik Aaron en Luc weg zag lopen van die plek. En Milan zag ik net dat hij wel gaan porten was. Ja, ik liep er net naar de body to report ik hem. Toen zag ik Steve aankomen lopen. Maar ik weet dus niet of hij uit paniek weer terugliep. Dus dat is het zeggende. Ik heb geleerd, hè. Dat heb ik niet gedaan. Oké. Kan iemand anders verder Luc of Aaron bevestigen? Ik denk niet dat ik kan vrijwel bevestigen, want ik heb eigenlijk helemaal niks gezien. Dus ik skip hem. Ja, ik skip hem ook. Weet dat die gewoon verdacht zijn. Ja. Aaron is sowieso al snel verdacht. Jou. Meteen de verdediging gaan, hè? Waarom? Als we nu een dubbelkill doen, dan hebben we het gewonnen. Oh, wat een win! Echt clean, maar kan clean. Niet! Oh.
Nice. Mila, jij venten. Deze was zo nice. Mila, dat is gewoon een self-report. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik kwam er voorbij. Ik kill the sponge. Ja, ik zag een venten. Ik heb Kenny rennen en Celine kwam langs. Dat ik godver. Dit was echt perfect, want ik had Babushka gekillt. Toen vente ik naar, hoe heet het, naar Medbay toe. En opeens stond Sponge daar. Die rende naar de... naar de emergency button. Toen kwam Celine er aanrennen. Die kill daar. Alleen toen kwam Steven aanrennen. Dus toen moest ik hem wel reporten. Anders had er geen kans meer. Dat was echt perfect. Ik was zo blij. Ik yes. Dat was wel mooi. Oh, toen deed ik ook toe. En ik denk ook even naar die ander. Kijken waar zij zijn. Toen gingen ze met z'n tweeën daarheen. En toen pakte jij die één. Nou. Maar Celine is ook echt een sneaky bitch, joh. Die verdenk je gewoon niet. Nee, daarom. Moet je echt niet vertrouwen. Dat was verschrikkelijk. Net. Milan, dit heb je gestreamd. Ja, zeker. Daar ga ik zeker een video van maken. Dat is een clip. Ja, dan moet je wel echt terugkijken. Ja. Ik gewoon gelijk Milan eruit. Ik maak er een YouTube-video van. Nee, Celine. Celine mag eruit. Meteen. Ik ga deze keer niet dood. Dit is een spel waar ik niet dood ga. In dat geval, hoi YouTube. Hey! Subscribe! Abonneer op Gaming SB. Go, 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 go. Yay. We hebben een super leuke cage lock lopen. Nee, nee jongen. Like en subscribe. Like en subscribe. Babushka! Ja, ik was net onderweg naar de emergency meeting, want daar was ik dichterbij. Ik zag Aaron Babushka vanmorgen. Oh, vandaar dat Aaron hem gereport heeft. Dat denk ik altijd. Maar ik was echt bij die reactor een test kan doen en ik zag echt een rode inderdaad in en uit bij mij. Maar het, omdat ik een test kan doen, het was dat niks 100% zie. Was het Aaron. Oké. Okay. Hij heeft vanmorgen echt rechts voor mijn neus. Nice. Ja, ik was net iets te ver weg. Ik was dus, ik dacht, ik ga snel naar die emergency meeting voordat weer iemand mij hoort. Wat is dat? Ik stemmen. Aaron verdedigt zichzelf ook echt helemaal niet, hè. Je denkt even van, oh, kut. Kut, was een misklik, sorry. Oh, ik vind het best wel terecht. Ja, waarom stem je op mij, Luc? Ik zeg, het is een misklik. Foutje. Ja, dat is gewoon hartstikke vandaag. Oeh, perfecte draadjes. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Oké, okay, wacht even, voordat er... Ik weet zeker dat het Luc is. Ik zag hem letterlijk uit een vent komen. Oh. Ik zag serieus. Ik zag net, er gebeurde iets. En vervolgens werd er een deur geopend. Het was precies gesloten. En dat was precies waar Luc was. Ja, dat was omdat hij niet wil waarschijnlijk dat ik naar de emergency button. Want ik rende als een gek naar die emergency button. Ja. En ineens gingen alle deuren dicht. Very raar. Maar goed. Ja, jongens, jullie weten nog wel wie net heeft gemisklikt, hè? Ja. Oh, ja. We gaan met z'n allen misklikken. Oh, dan mis ik klikken per ongeluk op Luc. Oh, nee. Oh, shit. Oh, hij dat was echt heel stom. Oh. Het was serieus een misklik, even zonder grap. Ja. Maar ja, dat was echt serieus. Ik had Milan nog best wel clean eigenlijk. Alleen, toen ging ik net die vent uit en er staat Sander daar. Ik dacht van, dus ik ren achteraan, stel alle deuren dicht gedaan. Ik dacht van, misschien kan ik nog even rekken dat ik nog wel, niet is. Luc is ook gewoon verdacht of zo. Dat was de eerste keer dat ik de imposter was. Ja, dat was bij, ik weet niet hoe het precies, maar waar die grote schermen staan, heel rechts van die O2. En oh, dat was net,
Navigations, tegenover ja. O2. Ja, en degene die daar dichtst bij was, die ik weg zag lopen, was Aaron. Ah, oh, oh, weer Aaron. Altijd Aaron. Gewoon haat. Omdat ik rood ben, zeker. En wat is je verdediging? Ja. Behalve haat? Behalve ik was het niet. Ik was mijn tasks gewoon aan het doen. Wat de fuck? Yeah. Maar oké, waar was je je task aan het doen? Helemaal recht. Zo even denken. Ja. Helemaal recht, precies waar ik was, ja. Was het toevallig navigations waar je de bom op kon? Ik heb een keer. Ah, het is. Ja, ik heb echt wel gezien, ik weet wat ik gezien heb. Ja, ik vind het wel jammer van Luke en Channing, zeker dat die niet waren. Geloof. Als je niet echt welke sterke verdediging hebt. Ah, oh, dan stem ik weer op mij. Als je het niet weet, stem op safe. Ik liep er gewoon. Fuck jou, Stef. Dat zou ik als imposter ook zeggen. Dat zei de True ook. Ik woon hier gewoon. Wat stond Sander te doen? Het is je boy Sander. Dat moet ik heel eventjes checken zo. En anders is het Steve. Milan, leg uit. Milan, leg uit. Voor Milan is degene die heeft gegeven. Oké. Als Sander zo... Ik wist namelijk niet wie het was, want er stonden twee mensen om de body heen te dansen. Maar omdat Sander zo heftig naar mij gaat... Ja, te dansen. Nee. Het is okay, serieus, Milan. Ik denk dat er nog twee zijn. En ik denk dat Sander en Sponge allebei het zijn. Nee, ik denk niet dat Aaron het was. Nee, ik denk niet dat Aaron het was. Maar Milan, dus dat is wel heel verdacht. Want ik en Babushka waren samen bij... Dat is om je in te dekken. Maar dan, reactor. Nee, reactor. Ik en Babushka waren bij de reactor. Ik kan braaf woutje zijn van mij. Mm-hmm. Dus we deden samen een nummertje stellen. Ja, dat was heel leuk. Eindigden jullie Milan daar allebei? En Milan die zegt volgens de Sponge. Wat? Er zijn twee mensen. Wacht. Babushka, was jij aan het einde nog met Sponge? Nee, want ik ging uiteindelijk naar Lower Engine en ik weet niet waar Steve naartoe ging. Ik was Oké. Ik weet zeker dat Sander het is. En dan kan ik met kleuren verwisselen met Sponge en Steve. Maar ik weet zeker dat Sander het is. Ja. 100%. Ja, mijn foto toch sowieso Sander. 100%. Okay. Alleen het lastige is... Ja, ik twijfel, maar... Ik ga mee. Geen idee. Ja. En als er nu niks gebeurt, dan was hij het sowieso. Ja, of Aaron was het, maar die was het niet. Ja, of jij. Nee. Ja, wie zegt of jij? Want die is het gewoon, dat kan niet anders. Milan is zo onschuldig, jongen. Is echt bizar. Ja. Godverdomme. Kut. Ja, kut. Dan hebben ze ons. Godverdomme. Iemand heeft er zin in. Ja, anders hebben we verloren. Want ze kunnen gewoon dubbel kill en dan is het klaar. Je bent gemute. Oh. Oeps. Milan. Ja, ik ben er. Nee, we moeten nu wel iemand eruit stemmen. En eigenlijk ook de goeie, want anders is het dubbel kill en is het klaar. Oh, nee, dat kan niet. Shit, er is er nog maar één. Kut. Dat kan... ja, dus, mijn idee was verkeerd. Shit. Zo, we gaan pas een groot probleem hebben met Milan. Milan wil heel graag iemand weg hebben. Of ja, wel? Omdat ik... verkeerd had geteld. Verkeerd had geteld. Tenzij iemand een geniale ingeving heeft. Nee. Oké, ik weet nu eigenlijk 100% zeker dat Babushka het niet is. Ja, dan Stephanie, Sponge of ja, misschien jij nog. Maar ik heb zo'n gevoel van niet. Maar ja, misschien is het heel misleidend. Oké, van wie ben jij zeker dat die... Ik vind dat Milan heel veel zegt gewoon op het moment. Normaal is Milan niet zo... Het valt wel mee. De laatste rondes heeft hij ook best wel veel de leiding genomen. Ja. Nou, ik denk het Stephanie het minst. Want ik heb al twee keer met haar bij Reactor gefixt. En dat we daar ook zijn achtergebleven. Ja. Oh. En ik heb Sponge niet gezien. En jou alleen net even. Kan ik mijn foto nog intrekken? Dan zou ik als Steve en Babushka nou allebei op Sponge gaan. Ik ben het niet, serieus. Ja, Babushka heeft mij zien dat je zo die patroon moet maken.
Is echt, als jullie maar eruit stemmen, is echt heel I leuk. Have no idea what you're talking about. Misschien een Steven Isaac, ik weet dat Boesje het niet is. Milan heeft mijn twijfels en van SpongeBob heb ik gewoon heel weinig gezien. Ja, inderdaad, SpongeBob heb ik gewoon niet gezien. En dat kan omdat zij dat ze heel veel heeft gevent. Ja. Dat ik van heel veel dingen aan het fixen was. Ik was het echt, dit is heel dom als jullie op mij stemmen. Maar, veel plezier. Oké, als het niet is, is het Steve. Of jij zit ons allemaal te manipuleren. Nee. Oh, het is Redden. Ik was dat? Waarom had je niet op Steven gestemd? Net als Milan, dan was het gelijk zo geweest. Ik wist niet op wie Milan ging stemmen. Milan ging opeens op Sponge, dus... Ik wist het ja, omdat ik bijna zeker wist dat ik haar samen met Sander boven het lichaam heb zien dansen. Maar dan was het Steven. Zo, dat is snel. Ja, en het was een storage, zeg maar, onder is dat? Wires. Beetje, okay, daar. Ja, linksboven. Okay. Dus. Helemaal onderin toch, storage is dat? Ja. Ja, oh ja, storage is onderin, maar van die kamer een beetje linksboven. Bedoel. Wie kwam achter me aangelopen? De elektriciteit in. Nou ja, ik was dus... ik ben bij de kafka, ik ben bij Navigation geweest en toen naar onder. Volgens mij was het Celine, maar ik weet het niet zeker. Nee, ik ben daar niet. Ik was bij... Niet was Low Engine? Het was helemaal links onderin? Ja, maar volgens mij was het Ross die achter me aan kon lopen. Nee. Vanuit de storage naar de elektriciteit te doen. Ja, nee. Ja, solide. Ja, nee. Ja, ik kan blijven ontkennen, maar ik weet het bijna zeker. Oké. Okay. Maar Luc, waar ben jij al? Toch gewoon voor whisky. Ik was in electricity. Maar dan ben ik liep de storage uit. En mijn boosje kwam achter aangelopen. Ik doe daar het vel weggooien. Ik loop naar de electricity toe. En ik zou volgens mij roze achter me aankomen lopen. Dus dat is de laatste die dan een storage is geweest. We gaan het spelen. Ik vind nog iets... Maar jij was dus in storage. Ik vind nog te vroeg voor Mindfuck. En ik zeg, ik skip hem, want... Ja, ik wou net... Maar jij was in storage, ik wou net ook zeggen, we hebben nog 7. Dus we kunnen in principe nog skippen. Misschien hebben we dan meer informatie. Ja, ik denk dat Luc nou ook een Mindfuck aan spelen kan zijn. Nee, zo slim ben ik niet. Nee, dat klopt. Maar zeg het allemaal. Oh. Tussentijd. Maar sowieso Celine in de gaten, want die is altijd heel, heel sneaky. Yes. Ja, maar ik hou jou ook wel in de gaten, hoor. Ja. Ja, is goed, man. Oké, dit gaat heel raar klinken, maar ik heb de body zelf niet gezien. Was in... Ja, ik weet het. Ik ga me maar zus vinden. Maar ik wil sowieso dat jullie weten, hij lag in het onderste... Je hebt die reactor en daar heb je 2 dingen boven en onder, zeg maar. Ik weet even niet hoe... Engine, kan dat? Ja, de upper en de lower engine. Ja. Lower engine was het. Lower engine. En ik liep daar net in en toen kon ik op report klikken. Dus ik heb gewoon gereport. Maar je hebt niet gezien. Ja. Oh, het zal wel wat goed zijn. Klik. Oké. Okay. Nou, ik moet wel zeggen, even by the way, niet dat ik Sander niet geloof. Maar ik was net bij administration en ik was aan het kijken naar Sander.
En hij liep weg van zijn task, maar de bal ging niet vooruit. Oeh. Ik had dus op internet gekeken, dat kan dus een reden zijn dat iemand aan het fake is. Ja. Ja. Hij voot. Sander. Ja, weet je zeker. Luc, ik was nou de hele tijd bij jou. Ik ben. Ja, maar ook Stevie is ook bij mij langsgekomen en Aaron en ze zijn allebei niet dood. Dus. Leuk. Ja, dus ik weet het niet, maar dat is gewoon iets wat ik zag en ik dacht, dat is raar. Ja, het is dus wel, ik was op de camera's aan het kijken. Ja. Hij heeft geen antwoord, dus. Echt, hè? Sorry, wat zei je, Sas? Dat Sander even bij mij was bij de camera's, best wel even had mij kunnen vermoorden, heeft hij niet gedaan. Maar misschien had hij geen nee, tijd. Nee, was hij inderdaad, ja. Hij is even bij mij zo in de kamer geweest, hij heeft niks gedaan. Maar... Dat kan ik heb gewoon die card swipe gedaan. En ik heb geüpload. Als het goed is, wordt die balk gewoon omhoog te gaan. Dus ik weet niet. Ik twijfel gewoon. Ik vond het gewoon te suspicious. Nah. I'm sorry. Succes. Thanks. Okay. Oh wel, eigenlijk niet. Oh. Zoek het maar uit. Even kijken, zeg maar. En ik weet niet of hun dat... Wat? Huh? Wat? Nee, is het niet? Oh. Ik zei toen dat Celine was. Ja. Yeah. Oh, you're right. Nah, ik haat jullie allemaal. Ik had moeite met reporteren. Ik denk dat Jaden is. Want het was onderin de... Het was onderin de storage. Jaden stond rechts bij de deur te kijken. En toen liep hij gauw weg. En toen liep ik naar beneden toe om het rest te doen. En toen lag daar Celine. Ja, ik ben een weapon. Ik ben heel ver vanaf. Ik zag... Wel Luc, en ik zag inderdaad Celine de andere kant op lopen. Dus dat klopt. Oké, nou klaar. Ik wil, ja. Celine, nog een... Nog iets te zeggen, of? Ja, ik was gewoon mijn taak aan het doen. Ik liep daar. De standaard. Ik moet zoeken waar ik naartoe moet. Dit klinkt wel geloofwaardig. Sowieso is nou Celine en Sander. Als Sander iemand gaat verdedigen, dan is dat tegen Sander? Een... Wat doet hij fout? Nee! Het was een grapje. Ik zeg gewoon voor de grap, oh, dat klinkt wel geloofwaardig. Ja, ik haat jullie allemaal. Nee. Tuurlijk. Belachelijk dit. Jane, ga je nog stemmen of wat wil je doen? Ik zou op Sander stemmen als ik jou was. Ik zou op de imposter stemmen als ik haar was. Ja, ik kan het niet op zichzelf stemmen. Als op Luc. Waarom skipt Aaron? Oh jongens, waarom skipt Aaron? Pam pam pam. Ja. Weet je hoe vaak Luc dat geintje uithaalt? Ik ga echt niet naar Alex en Kottehoedje, zoek het maar uit. Ik ken die tactieken. Oh, Simon Says, die haat ik. Ik was zo dicht, maar dan moet ik weer opnieuw. Ik heb niet eens opgelet wie me nou killde.
Milan is dood in reactor. Ik denk niet dat het Aaron was, want ik ben bij administration en die heb ik een paar keer in de buurt gezien. En Luc eigenlijk ook. De enige die ik niet heb gezien is Sander en Sponge. Oh, weer ik. Echt hoor. Echt ja, dan is Sander. Dan, ja. Ik kan niet anders. Nee jongen, Luc, als jij nog eens zegt, dan is het Sander, dan ga ik jou niet meer vertrouwen. Ik denk het, ja. jongens, ik weet niet of dit gewoon gehoord heb, maar het kan niet anders. En als je anders daar de S naar voren zet, dan krijg je Sander. Oh, wat ben jij toch grappig, jongen. Echt. Nee, maar ik denk niet dat... Luc het is, want die was bij mij met electrical om die non-emergency task te fixen. Klopt, wel een beetje moeite, want ze drukte allemaal op dezelfde knop, waardoor die eigenlijk niet echt... Ja, maar... ja, Luc en Aaron heb ik dicht bij mij gezien, dus die vertrouw ik wel. Ik ga voor Sander. Nee, en Sponge? Nee, laten we maar even niet stemmen, want ja. We hebben geen idee. Ik was beneden zo bij die... Waar is die ruimte? Ja, ik weet niet. Helemaal ik onder. Het niet. Ik skip hem. Ik weet het niet. Ik weet gewoon niet. Wat doe je nu? Skip. Ik stem op jouw Sponge. Why? Ik heb gewoon zo'n donkerbruin vermoeden. Ik was daaronder zo trash aan liggen, maar ik weet even niet waar dat is. Storage. Storage. Ja. Ik ga ook een beetje leren. Maar, ja, daar zit hij als ik was daar ergens, maar waar de fuck dat is, weet ik dat nooit. Oké, jongens, het is Aaron. Want ik zag hem net in electrical lopen en toen dacht ik, oh, ik heb daar een tas, ik ga ook electrical in. En ik dacht, oh ja, misschien moet ik even opletten, of hetzelfde geld is hij de vermoordenaar. En toen was hij er niet meer. Ik ben rood, ik ben helemaal niet bij electrical geweest. Jawel, ik zag jou rood inlopen. Oh nee, weet je dit? Jij bent rood. Nee, ik zag jou rood inlopen, Aaron, echt. Nee, ik had je niet door. Je hebt het goed gespeeld. Maar... Jij probeert er gewoon op te gooien dat iedereen altijd mij voordat haat. Voordat we gaan stemmen, ik wil nee, even serieus. Één ding zeggen. Ik wil even één ding zeggen. Het is echt super makkelijk om Aaron te blamen. Want Aaron verdedigt zichzelf nooit. Maar dan ik echt nooit. we kunnen nu Aaron stemmen, maar dan moeten we daarna direct op Steven als hij het niet is. Echt, hè? Is goed. Okay. Dat is goed, toch? Maar het is echt Aaron. Hey, het maakt niet uit wat ik doe. Jongen, jij was weg. Ik word gewoon uitgekikt. Het maakt niet uit wat ik doe. Arme Aaron. Wat kutspel is dit? Oh! Dat is kut. Ik zweer. Zoals ik al zei, het is super makkelijk om Aaron te blamen. Dit moet wel Steven zijn. En nee, daarom ben jij de imposter. Omdat je denkt, nu ik hoef er maar één keer nee, nee. Sander is het niet, want ik heb er een keer bij gestaan en die was keycard aan het doen en toen ging het groene balkje wel omhoog. Dus Sander is het niet. Steven, heb ik één vraag voor jou. Hoe lang duurt het om die reageerbuisjes te doen? Een minuut. Ik zit nog op 35 seconden. Dus, waarom hebben we trouwens toen niet Saskia eigenlijk... Dat is een goede vraag, maar ik was gewoon al mijn taken aan het doen en jullie waren allemaal lekker leuk bezig, dus ik denk, laat jullie maar. Want ik ben ja, of je bent de imposter en je van, laten we elkaar gewoon even uitstemmen, ik zeg maar niks. Dat was wel mooi geweest. Maar dan had je dan niet denk ik ook iemand meer hebben verdedigd, denk je? Nee, dat hoeft helemaal niet. Als je juist iemand gaat verdedigen die de imposter is, dan weet je vrij snel dat jij het ook bent, dus... Ik zeg skippen, ik hoef nu alleen maar die reageerbandjes de fout uit te kiezen en dan ben ik klaar. Samen met Steven. Kijk, ik hoef alleen nog maar... Nee, ik moet hier nou nog wel iets. In navigation. Dus... Ik moet ook nog iets. Dus Luc, als wij gewoon even samen blijven... ja, sure. Volgens straks mijn nek omgedraaid, Tito. Nee! We skippen allemaal. Ja. Ja. Ik denk echt dat het Steven is. Nee. Ja, het is Sponge wat al die goosjes gaan... Al die goosjes gaan achter haar aan. Dit is puur om de killcool dan even te resetten. Want we zijn eigenlijk... Dit is puur om de killcool dan te resetten. Oh, dit wordt volgens mij onmogelijk voor Sponge om deze nog te winnen. Hé? Wat is ze aan het doen?
Ja, nu is het echt onmogelijk. Het was serie. Oh. Huh? Ik druk op de voortaanstik. Wat gebeurt er nou? Nice. Het was sponge wel. Oh, ik hoefde zo weinig te doen in het begin. Ik denk, ja, laat maar. Ga maar. Oh, maar het was dus niet Aaron. Nee, het was niet Aaron. Het was je ellende. Nee, ik wist al snel dat het niet Aaron was.